dit is een AZC en ik woon hier met mijn zusje en mijn moeder. Hier wonen mensen die gevlucht zijn van hun eigen land naar Nederland. Ik ben 5 en ik ben 9 jaar. We zijn gevlucht uit Afghanistan, want daar is al heel veel oorlog, al 32 jaar. Afghanistan ligt heel ver weg van Nederland en het is daar heel gevaarlijk. De regering bepaalt als je hier mag blijven of je gaat terug naar je eigen land. De kans is groot dat ik in Nederland mag blijven, want mijn zusje is hier geboren en ik zit in een Nederlandse school. Je mag in AZC geen huisdieren, maar wel gewoon een vis, maar een andere soort huisdieren mag niet. Als ik een eigen huis heb, wil ik allemaal huisdieren. Als ik later groot word, dan ga ik misschien in de dierentuin werken. Dan kan je zien hoe een haai of een ander dier eet. Dat vind ik wel het leukst van die dieren. Hossein is een van mijn beste vrienden. Hem haar doet hij altijd naar voren. En hij doet niet naar rechts of links, maar hem haar blijft altijd naar voren. Ik ben hier al bijna 6 jaar in Nederland. En we krijgen al bijna kinderpardon. Dan krijg je kinderen die al langer dan 5 jaar in Nederland zijn. Dan gaan ze een huis voor je regelen. Op school snappen ze niet echt goed wat een AZC is. Ik had ze verteld, maar ze geloven me niet. Sommigen geloven me niet. Sommigen denken dat ik gewoon in een normaal huis woon. Geen, ik doe het wel. Misschien moet ik gaan verhuizen. Misschien. Op maandag krijgen we de uitslag. Waar we heen gaan of we blijven hier. Ik denk dat we hier blijven. Dat hoop ik tenminste. Mijn moeder moest huilen en toen zei ik niet huilen, want we zijn al zo vaak al verhuisd. Als ik mocht kiezen, dan zou ik een haai willen zijn. Een grote witte, want die kan echt alle vissen aan. Dieren horen vrij te zijn, niet in een asiel. Ik heb vandaag gehoord na schooltijd van mijn moeder dat ik vrijdag moet verhuizen. En ik dacht eerst, hoezo zo snel? En waarom niet een maand later dat? Dan kunnen we een nieuw interview maken. Dan kunnen we opnieuw beginnen. Dan krijg ik kinderpardon. Misschien. Mm.
Nee, het is, ik weet niet. Dus eerst moeten we rondlopen voor de klas, gaan we trakteren. Ik heb het vandaag pas gehoord. Ik wist niet dat het zo snel... We konden niet geen boodschappen doen. Daarom. Zoals jullie weten ga ik al morgen weg. Ik wou alleen zeggen dat het een leuke school was. Oké, doe dan, snel. Heb je handtekening en Facebook? Dat heb je toch wel? Nee. Ik stuur het ook via. Mag ik een nummer? Ik heb geen nummer. Wil je moeder of vader? Vijas. Die weet het. Mag ik je handtekening in je Facebooknaam? Oh, dat ga je een van je. Doei! Ik ben. En als ik dan een haai ben, dan kom ik nooit meer boven water. Dan kunnen dieren mij niet opeten, dan ben ik veilig. Want zo werkt de natuur. Het is eten of gegeten worden. Misschien moeten we terug naar Afghanistan. Dat weet ik niet zo goed. En dat wil ik ook eigenlijk niet. We moesten verhuizen naar een gezinslocatie. Een gezinslocatie is speciaal voor kinderen die terug moeten naar hun eigen land. Maar misschien hebben wij nog een kleine kans dat we hier mogen blijven. Dus dan moeten we weer wachten. En als we terug moeten naar onze eigen land, naar Afghanistan, dan ga ik niet meer in de dierentuin werken, want daar is helemaal geen dierentuin. Ik ben al heel vaak verhuisd, al 6 keer of meer. Dit is mijn 7e keer. Ging ik eerst naar ABC Markelo, toen weer naar Dronten, Geelze, Amersfoort, Arnhem. En toen gingen we naar Almere, nu gaan we naar Burgum. Het stomst vind ik dat je je oude vrienden mist.
Als ik de baas zou zijn van Nederland, zou ik elke asielzoeker een huis geven en een huisdier. Als jij een tijger was, zette je vast grote stappen. Brulde jouw ochtend met je energiek wakker. Rende je door het park, geobsedeerd door de herten. Bevriend met de leeuw, samen gouletten. Sterk van spieren, eten zonder manieren. Die rood-zwarte strepen op je huid zouden je sieren. Met lange neusharen die je wangen zouden halen. Twee kleine oren op je hoofd. En je staart gaat omhoog, want je loopt heel trots. Zoek rust bij een rots. Houd niet echt van water, maar kijk naar de vissen. Een groep is aan het zwemmen en jij denkt of de één kan missen.